We beginnen eerst eventjes met de TMF Borsato Award. Die zal voor de vierde keer dit jaar worden uitgereikt. En ook vandaag is hij erbij. Dames en heren, Marco Borsato. Woehoe! Dames en heren, we gaan eerst even kijken naar de eerste genomineerde voor de TMF Borsato Award. En dat is Crystal. Crystal, gefeliciteerd met je nominatie. Hoe voelt het om genomineerd te zijn? Ja, echt helemaal te gek. Zo'n eer. Het is echt zo tof dat ik sowieso ook tussen de drie andere exen mag staan. Ik had er gewoon helemaal niet over nagedacht. En opeens hoorde ik het toevallig anderhalve week geleden. Doordat bij mijn platenmaatschappij versprak iemand zich. Dus ik helemaal zo van, wat TMF? Wat is er aan de hand? En ik was er helemaal niet mee bezig. Ja, dus het komt echt als een verrassing? Ja, zeker. De volgende die genomineerd is, Make Believe. Dit is zo'n bandje waar je tegenaan loopt waarvan je zegt, uniek stemgeluid. Is een voorbeeld hoe je om moet gaan met social media. Grote, grote klasse. Eigenlijk toen we hier aankwamen wisten we niet dat het voor de Marco Borsato Award was. Dat was een beetje een verrassing voor ons. Maar dat je dan zulke woorden van zo'n man mag horen over je band, weet je wel. Dat is gewoon wel iets heel speciaals. Ik kon er gewoon gaan jullie aan. Dit is Ben Sanders. Ja, ik weet niet. Het is gek. Ik ben er nooit ergens voor genomineerd, weet je wel. Dus het is wel een beetje gek. Het mooie van deze categorie is dat de TMF Borsato Award is dat ik mag ze nomineren en ik heb verder geen invloed meer. Dat betekent dat je ook geen discussies krijgt of die had er meer verdiend. Kijk, het publiek stemt en het publiek heeft altijd gelijk, want ik bedoel, die gaat het bepalen. We hebben al een mooi rijtje achter de rug en we gaan er een mooie vier aan toevoegen.